staat straks misschien in die Ziggo Dome. Ben je dan ook net als Elvis dat je alle fans vooraan gaat kussen? Misschien staat Johan wel vooraan natuurlijk. Dan ga ik Johan kussen. Elvis-imitator Bouke is dé ster van dit moment. Dankzij zijn deelname aan het SBS-programma Battle of the Bands. Maar misschien nog wel meer dankzij zijn enorme bereik op TikTok. Zaterdag staat hij in de finale en zelfs Johan Derksen is fan. Ik ga hem dan mee verrassen. Bouke, kun je allereerst even die move doen die je iedere zaterdagavond doet? Even die move. Deze bedoel je. Ja. Dan weten we meteen dat we met de ster van dit moment te maken hebben. De Battle of the Coverbands. Jij gaat toch gewoon winnen zaterdag, of niet? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ja. Nee, het zou heel mooi zijn. Maar kijk, je wil natuurlijk winnen omdat je dan zo lang mogelijk in het Ziggo Dome mag staan. Maar het is wel een programma waar we niet echt voelen dat we echt concurrentie aan elkaar voelen. Het eigenlijk nog voor minder dan 4,2, 4,8 miljoen? Ik heb het niet over geld trouwens hoor dit keer, maar aantal views op TikTok, dat is toch niet normaal? As a snowflake. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. Wat een mooie stem. Het is echt ongelooflijk en weet je, ik heb ook nog nooit zoiets meegemaakt. Dus voor mij was dat natuurlijk ook nieuw. Ik ken het hele fenomeen TikTok niet eens. Mijn kinderen waren er wel bekend mee. Dus... Kijk, ja. En toen mijn kinderen ineens gingen zeggen van... papa, je bent op TikTok. Ja, was dat het moment dat je het ook echt begon te realiseren? Of was dat misschien wel toen je op straat kwam? En ik neem aan dat iedereen je tegenwoordig herkent. Er zijn veel mensen die me wel herkennen, ja. Even weg hoor. Ja, ze staan daar ook natuurlijk. Ze liggen in de bosjes. Ja. Ik heb wel meegemaakt dat ik in een tankstation stond dat de mensen je herkennen en dat ze even op de foto willen. Zo. Dus dat is hartstikke leuk. Dat is toch te gek. Dat doe je het voor, toch? Jezus, wat een zanger! Why can't you see what you're doing to me? Wie is jouw grootste fan, vroeg ik me nog af. Mijn grootste fan? Ja. Ik denk mijn vader en mijn moeder en mijn zoons. Maar zijn er geen grotere fans van jou? Er zijn, ik heb best wel. Maar ik denk dat je het woord fans niet moet noemen. Ik denk dat je eerder moet noemen werkgevers. Nou, Johan Derksen is toch wel fan van jou? Dat heb je laatst wel gehoord? Ja, Johan heeft echt hele mooie woorden gesproken over mij. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja. En dat waardeer ik enorm. Echt. Ja. Ja. Ja, mooie woorden sprak je inderdaad. En hij heeft ook nog wel een verrassing voor je. Zullen we even samen kijken? Zeker. Hoi, Bouke. In Drenthe kennen we jou al jaren, maar nu kent heel Nederland je. En ze hebben maar één kant van je gezien, want je kunt nog steeds veel meer. En we zijn hartstikke trots in Drenthe en we zitten allemaal voor de tv. En Drenthe die bof maar, en we hebben zo'n tweetal pasterren. En dat publiek wat hier zitten, allemaal hoger opgeleiden, die hebben er verstand van. Wie gaat er winnen? Okay. Ik vind het alleen maar geweldig dat zo iemand dat zegt. Ja, want ze zitten te kijken natuurlijk bij VI. Zou je nog iets tegen Johan terug willen zeggen dan? Nou Johan, ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie woorden. En ja, weet je, ik waardeer het enorm dat je dat hebt uitgesproken. Ja. Ik vind je een hele eerlijke man. En ik vind dat je een hele goede muzieksmaak hebt. Nou, hey, kan die in zijn zak steken. We hadden het net tot slot over What's Next. Je staat straks misschien in die Ziggo Dome. Ben je dan ook net als Elvis dat je alle fans vooraan gaat kussen? Misschien staat Johan wel vooraan natuurlijk. Dan ga ik Johan kussen. Die staat. Oké. Alle succes met jouw carrière. Dank je wel.